Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt laaghangende bewolking over het zuidwesten en westen van ons land. Breidt zich nog iets uit, maar zal in de loop van de ochtend ook geleidelijk gaan oplossen. Betekent een wisselend beeld met af en toe de zon, maar dus ook wat wolkenvelden, vooral de eerste uren. Het blijft wel droog en de temperatuur ligt in de buurt van de 20 graden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen vrij zonnig. Met in het uiterste westen van ons land langs de kust, af en toe een windje van zee en iets lagere temperaturen. Maar in het binnenland is het makkelijk 25 tot zelfs 28 graden. De wind gaat langzaam maar zeker draaien naar het westen, betekent vanavond al enige afkoeling en later in de avond in het noordwesten misschien al wat regen. Er komt namelijk bewolking en neerslag onze kant op, trekt voornamelijk in de nacht over en zal morgen ons land geleidelijk weer verlaten met dan nog een enkele bui in het noorden. Het is wel veel frisser, met de stevige noordwestenwind wordt het slechts 15 tot 19 graden. En die temperatuur blijft aan de magere kant ook de dagen die volgen. Vrijdag en zaterdag. Zondag klimt de temperatuur voorzichtig iets omhoog. Misschien dat het dan lokaal alweer een keer ergens 20 graden wordt. Verder is er af en toe zon, maar vaak zijn er ook wolkenvelden. En van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.